ietsje hoger. Oh, dit is echt best goed. Dit voelt niet goed. Ja, het helpt gewoon hierbij. Goed. Dit gaat goed. Hoi. Hoi. Hey. We zijn alle de kookflustricks van CookTV. Yo, welcome bij een nieuwe aflevering van CookTV Coolbox. Ik ben Tim. En ik ben Niek. Ja, en vandaag gaan wij, dat weten we helemaal nog niet. Cameraman, kan jij ons iets meer vertellen? Kijk aan. Dat is wel onverwacht, hè. Hier. Beste team Coolbox en team Fresh Chicks. Oh joh, we gaan iets met Coolbox doen. Leuk! Je hebt het lang niet gezien. Ja. Vandaag gaan jullie tegen elkaar strijden. Wie van jullie weet na al die jaren nog genoeg van alle eindexamenvakken? Oeh, dit wordt een pittige. Waar was je het best in? Nergens dus. In 3 rondes kunnen jullie punten verdienen voor het best, snelst of meest creatief uitvoeren van de opdracht. Ik was het best in aardrijkskunde, denk ik. Let op! Na de 3 speelrondes wordt de balans opgemaakt en wordt bekeken wie de meeste punten heeft gepakt. Met deze punten op zak gaan jullie vervolgens de finale spelen, maar daarover later meer. Wat we jullie voor nu mee kunnen geven is een gezonde dosis motivatie en 2 blikjes Coca-Cola Zero. Dank je. Hoppa. Klaar voor. Dames, het wordt een hele gezellige dag, maar er is natuurlijk maar één ding heel erg belangrijk. Namelijk, het is en blijft een battle vandaag. Ik denk dat wij gaan winnen. Ik voel het nu al. Nou, dan denk ik dat wij gaan winnen. Ja. Jongens, wat gaan we doen? Er staat een briefje op. Lees voor. Oh. Een van Nederlands grootste kunstenaren was Vincent van Gogh. Hij wordt wereldwijd geroemd om zijn prachtige werken als de zonnebloemen, de aardappeleters en zijn zelfportret. Nu is het aan jullie om Van Gogh zo goed mogelijk na te schilderen. Let op, 1 van jullie gaat geblinddoekt. De ander geeft aanwijzingen voor het schilderen. Samenwerken is dus van belang. Oh jee. Zullen we even tactiek bespreken? Ja, genoeg gekletst. We gaan even over op de zaken. Ja. Het is wel zo, jij kan goed schilderen, maar je ziet niet wat je doet, hè? Nee, in principe schilder ik met jouw arm. Oh, ja, dus ja, op zich, weet je, ja, hoe? Toch denk ik, jij moet mij gaan vertellen wat ik doe. Hey, en kunnen we misschien nog iets verzinnen waarom hoe die meiden het wat minder goed gaan doen? Ja, dus zullen we de eerste ronde nog niet beginnen met vals spelen? Vooruit maar. Dat mag met de eindexamen, ik kon het ook. Echt wel. Je moet er gewoon voor zorgen dat jij vet duidelijk per lijntje zegt welke kant op moet gaan. Anne, rechts! Ja. Anne, ik voel, wij gaan dit winnen. Ja, ik vind het ook. Yeah! Dit gaan we maken. Wil je een dikke, een middel of een dunne kwast? Altijd een lekkere dikke. High five! Ja, oh, dit wordt haar. We gaan de baard en het haar maken, ja? Ietsje hoger. Oh, dit is echt best goed. En weer naar rechts. Iets verder nog. Verder. En gaan we nu omlaag. Oh, en weer naar boven. Ja, ook goed. En nu gaan we de baard maken. Dus we gaan nu dit deel gaan we inkleuren. Ja, perfect. Naar rechts. Nee, ik meen het. Dit is geweldig. Naar rechts. Nee. Dat is gewoon supergoed. Die wil ik. Nee. Nick? Misschien even een mondje. Daar, ja, een mondje. Ja, ho. Verkeerde kant op, neus. Maakt niet uit. Ja, heel nice. Oké, top. Ja? Dit voelt niet goed. Dit voelt hartstikke goed. Moet er nog een neus? Dan mag je weer krullen. Tim, ik denk dat we er zijn. Nick. Dit is toch best wel goed, jongens. Oké. We zetten jullie er even goed voor. 3, 2, 1. Oh. Wow. Nou, er moet een soort verdict komen, hè? Want welke van deze 2 portretten lijkt nou het meest op het zelfportret van Van Gogh? Cameramannetje. Wie heeft er gewonnen? Ja! Lekker, Pink. Dit slaat natuurlijk helemaal nergens op, hè? Zo, wat lekker dat wij deze gewonnen hebben. Dit 1-0 voor Coolbox. Nou, ik heb zin in revenge. Ho, jongens. Hoe sportief zijn jullie? En wat weten jullie over de triangle dance? Vind zo snel mogelijk een derde persoon en voer met diegene de triangle dance uit. Het team dat deze delicate dance als eerste goed heeft uitgevoerd, wint deze ronde. Jullie tijd gaat nu in. Wat nu? Kom, Puk! Wat is een triangle dance? Geen idee, man. Was ik wel de uitvinder van de triangle dance. Wacht, houten doen we triangle dance. Wat is dit? Kijk dan! Ja, zo naar voren. Ja, klik, klak. Oké, we gaan het proberen, ja? Ik ga de cameraman weer. Klik, klak, klik, klak, klik, klak. Ken jij de triangle dance? Wil je alsjeblieft heel even met onze triangle dance doen? Ja, let's go. Zij zijn
zijn wel aan het oefenen. Rechts, midden, links. Ja. Zo man, mag ik jou wat vragen? Ja, ja, dit gaat. Ik ben echt een held, dankjewel. Kom, we hebben echt gewoon dit zo goed gedaan. Cool. Goed gedaan. We gaan even bijkomen. Daar zijn ze hoor, eindelijk. Hey! Zijn jullie klaar? Ja. Jullie hebben wachten? We zijn echt al 5 minuten aan het wachten. Nou, als het niet 10 is. Maar jullie? Nou ja, wij hebben het wel geprobeerd. Het is gelukt. We moesten even zoeken naar hoe het überhaupt moest. Alleen, we hebben het wel gefixt. Alleen, nu ja, maar jullie zijn dus over tijd. Ik denk dat we aan de cameraman gaan vragen wie heeft er gewonnen. Ja! Lekker puk. Gefeliciteerd. Dankjewel. Dat betekent dus dat het 1-1 staat en dat er nog één challenge eigenlijk te doen is. Het is tijd om jullie kennis te testen over Nederland. Jullie krijgen een rebus waaruit een dorp komt. Wie kan de sticker op de Nederlandse kaart aanwijzen en wint de laatste kostbare punten voor de finale? Op naar de rebus. In 3. 2. 1. Ogen nu. Ogen nu tent. Ogen nu tent. 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 Hoge Nent. Nee. Hoge Nent. Ik roep over wat. Oké, nou we hebben al de rebus, zoals jullie misschien ooit wel gehoord hebben. Ik kom uit Brabant. Ja. En dit is namelijk een box. Box plus een B van Bel. Ja. Maakt bakstel. En bakstel. Bakstel! Is in Brabant. Ja. Kom op, denk na Nick. Denk na, gebruik je topografische kennis. Kom op, ik zal je hersenen pak voor jou even masseren. Kom op, wat zie je? Wat zie je? Je moet zeggen wat je ziet. Kijk u bent. Wat wordt de strategie, Tim? Gokken. Laten we wel gokken in Gelderland. Daar zijn veel dorpen altijd. Oké. Okay. Gelderland. Hey dames, zijn jullie er een beetje uitgekomen? Ja, wij weten het al. Ja? Meteen. Wij gelukkig ook, Tim. Ik word net bij mij. Ja. Ja, zeker. Ja, ja. Nou ja, nu is het natuurlijk het moment der momenten. De dames mogen eerst. Ik weet het niet precies, maar dit ding is zo groot dat het bijna heel Nederland bedekt. Ja. Dus, ik ga daar. Nee, oké, okay, ja, we moeten iets bekennen. We weten het misschien niet helemaal. Dit is namelijk hoe je ook je eindexamen kan halen. Doe maar even die blik voor. Waar ligt dit? Waar ligt deze? Daar. Hey, cameraman, hebben wij gewonnen? Hey! Ja. Nou ja, we kunnen er echt niet omheen draaien, denk ik. Maar jullie hebben toch echt gewonnen. Ja, dat betekent dat jullie de voorrondes hebben gewonnen met 2-1. Maar er komt natuurlijk nog een aflevering waar er echt een knoop in komt. Zeker. Ja. Vraag nog steeds af wat hier nou precies op staat. Weet jij het? Laat het even weten in de reacties. Ja, jongens, heel erg veel succes met het maken van jullie examens. En de ontknoping zien jullie volgende week. Ja, en vergeet niet te abonneren, te subscriben en doe even een duimpje omhoog, hè. Ja, volgende keer gaan we echt nog iets veel verder doen, want de strijd is nog niet gestreden. Nee. Dames, we pakken jullie wel weer. Volgende keer. Ja, inderdaad. Hey, tot de volgende keer. Doei!